wat is het ontzettend genieten, hè, deze show. Ja, er volgt zo dadelijk nog veel meer. Maar hoe kwam het vandaag allemaal tot stand? De make-up, de visagie, de optredens, het licht en geluid. Wij maakten een making-of, een backstage filmpje met alle stress, spanning en vreugde die er vandaag plaatsvond rondom de finale van Exposure 2011. Het begon vanmorgen vroeg met de aankomst van de mannen van de techniek en de apparatuur. Ja, er komt een hoop bij kijken, hè, bij zo'n registratie wat we vandaag gaan maken. Dus we hebben de bus vol, dus we moeten weer gauw verder, want we moeten uitgeladen. Oké. Okay. Er werd wat op en af gesjouwd met beeldschermen, lampen en andere AV-media. De lampen werden nauwkeurig gericht, zodat de artiesten vanavond maximaal in het spotlicht staan. Ja, trek maar op. De regie installeerde zijn videomixer en toebehoren. Cameraman Janice lijkt in eerste instantie van ProRail, maar blijkt niets meer of minder dan 10 meter camerarails aan te leggen. Aan het begin van de middag melden onze finalisten zich. Zij krijgen instructie van Elroy van de Kroephoekfabriek. Dan breekt natuurlijk een groot moment aan, de soundcheck. Klinken zij niet als een klok of als brulapen? Alle finalisten krijgen de tijd om even hun nummer te oefenen. Tijdens de grote finale moet alles er natuurlijk perfect uitzien. Dus de vraag is, mocht er vooraf geshopt worden met papa's creditcard? Ja, een nieuw jurkje en panty erbij en zo. En schoenen staan al thuis natuurlijk. Ook een nieuwe jurk voor jou? Nee. Ja, het was eerst al de bedoeling. Anderen maken zich minder druk over uiterlijk, maar willen vooral een boodschap overbrengen. De track gaat over slechte dingen die er gebeuren. Het is ontmoedigende mensen en je weet het wel hoe het gaat. Mensen die zich heel down voelen. En wij willen ze hiermee zeggen dat ze gewoon op moeten staan, weet je wel. Doe waar je zin in hebt en snap je, maak je dromen waar. Maar wat is er nu zo leuk aan Exposure? Dat iedereen zijn eigen talent kan laten zien. En Jullie moeten het wel opnemen tegen heel veel gitaargeweld, zou je kunnen zeggen. Ja, het kan in zijn voordeel en in zijn nadeel werken. Terwijl de kandidaten hun ex op het podium oefenden, namen de mensen van de techniek ook de gelegenheid te baat om te oefenen. Vanuit de regie krijgen de cameramensen hun laatste instructies. Rachel, onze trotse en charmante kabelassistente, heeft de smaak te pakken en kabelt wat op en af. Dan breekt er langzamerhand echt het moment suprême aan. De artiesten gaan zich omkleden in de foyer, de laatste haartjes worden rechtgekamd en de meiden versieren zich met de broodnodige make-up. Klaar voor de start? Het is natuurlijk altijd leuk, hè, hoe dat eraan toe gaat daar backstage achter de schermen. Maar we gaan nu verder met het tweede deel van de show en dat doen we met de eerste winnaars van Exposure ooit. En dat is Bitch & Famous.